Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. In deze video een extra shoplog. Ja, en alweer een flinke bak meegenomen. Je ziet het, die komt strakjes aan de beurt, aan bod. Want hij is zwaar, hij is weer afgeladen met spullen. Het is wel grappig, elke keer als ik eraan denk, oh ja, ik moet de tas meenemen, want ik heb veel nodig. Dan neem ik eigenlijk ook altijd zo'n bak mee waar ik dan alles in gooi. Dus, alles makkelijk meegekregen, bonnetje bij de hand. Zie je een rare streep in mijn nek? Het is in één keer prachtig weer geworden. Ik neem dit op, moet ik even bekennen, op 5 december. En ik denk als jullie deze video zien, dat die pas in 2021 online gaat komen. Zoals ik al zei, een paar shoplogs geleden volgens mij ook. Ik ben een beetje vooruit aan het werken. Drukke maand december altijd. Nou, sowieso ook omdat ik 60 uur in de week bijna werk. Dus ja, alle tijd die ik kan benutten, die benut ik. En ik had weer zoveel leuke spullen bij de Action. Die ik jullie heel graag wilde laten zien. Zoals elke shoplog beloof ik nou ook weer. Er komt echt weer wat meer diversiteit aan op het kanaal. Ja, het is nou zo gelopen en volgens mij vindt iedereen die Action shoplogs ook hartstikke leuk. Het gaat volgens mij weer zo'n dag worden dat ik heel lastig uit mijn woorden kom. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. Zoals ik al zei, bonnetje bij de hand. Doos helemaal vol. Ik ga er gewoon eens iets leuks uit halen. Ik ga even beginnen met deze. Little Shark Sharky Snappers. Catch me if you can. Ik vind het altijd leuk, kindjes in de opvang als ze jarig zijn, om ze dan een kleinigheidje te geven. We vieren dan de verjaardag, ze krijgen dan een mooie kroon op. Ze mogen trakteren als ze dat leuk vinden. Anders heb ik altijd nog wat lekkers. Oh, de zon gaat achter een wolk volgens mij. Beetje. Hij is er alweer. Ja, nou had ik er dus net aan gedacht om een powerbank aan mijn camera te hangen. Want elke keer als ik wil filmen, is dat ding leeg. Is de powerbank leeg. Dus kon ik nog naar beneden rennen om een andere powerbank te halen. Maar goed, volgens mij doet het nou allemaal weer goed. Ik zie geen icoontjes van stress, spanning, ho, batterij is leeg. Dus terug naar de Little Shark. Ik wil elke keer zeggen Baby Shark, want daar vind ik het heel veel op lijken. Maar nee, het is dus Little Shark. En dit is zo'n visspel. Met die happertjes dat ze dan open, dicht. En die moet je dan proberen te vangen. Het is voor 3+ en het mannetje wordt 15 december 3 jaar oud. Dus die gaat dit dan als cadeautje krijgen. Ja, zoals ik al zei, volgens mij komt deze video pas 2021 online. Dus dit waren geen spoilers, als het goed is. Ja, dat vond ik dus wel heel leuk en het was ook een heel schappelijk prijsje. Als ik mijn bonnetje open ga krijgen. Dit spelletje. Dat is hengelspel diverse kleuren. Oké. €4,99. Dus ja, dat vind ik voor een verjaardagscadeautje in de opvang vind ik dat een mooi prijsje. Ik ga even kijken, want ik heb heel veel bakspulletjes gehaald. En dan wil ik eigenlijk niet allemaal achter elkaar doen, want dat vind ik niet zo leuk. Maar ik pak er toch even deze uit, want die ligt bovenop. Dit hoort hierin eigenlijk. Maar al die dingen die daar lagen, dat was allemaal losgegaan. Dit zijn van het merk La Cucina, denk ik dat je het uitspreekt. Cucina. Een siliconen muffinvorm. En die zijn dus super makkelijk, want dan kun je zo die cakejes gewoon uitduwen. Ik heb ook metalen staan. En dat is voor cakejes heel makkelijk. Maar, dat heb ik je volgens mij in een vorige shoplog ook al verteld. Ik wil zeepjes gaan maken. En ik heb dat inmiddels geprobeerd met die muffinvormpjes die ik je volgens mij in een vorige shoplog heb laten zien. En dat ging super goed. En het is super makkelijk. En het is super leuk. Dus ik had zoiets, ja... Ik ga spulletjes halen, want ik wil eens in de zoveel tijd zelf zeepjes gaan maken. Wat ik toen ook al heb verteld, ik wilde het de eerste keer even zonder camera doen, want het is nogal een chemisch werkje. Het is niet moeilijk, maar je moet wel oppassen. Oh,
ik zit te kijken. Ik zie denk ik heel veel rook voorbij komen. Dus ik denk, oh, wat staat er in de fik? Maar onze buren houden ervan om vlees zelf te roken. Dus zo te zien staat de rookkast weer buiten. Maar goed, terug naar mijn verhaal. Je kunt daar dus heel makkelijk siliconen vormpjes voor gebruiken. Beter geen metalen, want dan krijg je het zeepje er nooit meer uit. Maar dat krijg je dus heel makkelijk zo eruit gewipt. Dus ik heb nou losse bakvormpjes. Ik wil ook graag zo eentje meenemen. Want dan zijn ze iets makkelijker weg te zetten en verplaatsen. Anders moet je elke keer 12 keekjes ergens of 12 zeepjes ergens opzetten. Dus ik denk, nou, ik probeer zo eentje ook. En dan kan ik ook wat grotere batches maken. Deze hadden ze in grijs, blauw, roze. De kleur van de muffinvorm. Dus die heb ik eentje meegenomen. En die was La Cucina muffinvorm. 12 stuks diverse kleuren. €3,49. En dan kun je deze ook bij verschillende webshops verkopen. Ze het als zeepvormen, noem ik het maar even. Maar daar betaal je echt gewoon 3, 4, 5 keer de prijs voor. En dit werkt net zo goed. En voor hobbymatig gebruik, wat ik dus wil doen, is, ja, is dat gewoon meer als genoeg. Dat is dus echt om individuele zeepjes te maken. En dan wil ik ook, ja, dat noemen ze bars. Ik volg ook een heel leuk kanaal, Royalty Soaps. Mocht jij ook zeep maken leuk vinden. En mocht je haar nog niet kennen, ga haar video's eens kijken wat zij maakt. Echt hele mooie zeepjes. En zij maakt dus bars, zoals ik het zeg. Dat zijn wel altijd rechthoekige mallen. Ik heb nu een cakevorm gepakt. Dus ja, die heeft echt een beetje die cakevorm. Dus dat het iets, dat de wanden dus een beetje zo lopen in plaats van recht omhoog. Maar hey, ik vind dat niet erg. Ook van La Cucina. Dan zit je te denken, waarom heb ik hier geen blauwe ook van gepakt? Nou ja, goed. Maakt niet uit. Siliconen, non-stick, cake mold, 27 bij 14 bij 7. Kan in de oven geschikt tot maximaal 200 graden. En kan in de vaatwasser, staat op. Niet in de pan. Niet in de oven te dicht bij de grillstand. Wel in de oven op middenplateau, om het zo te zeggen. En niet in de oven op de lage stand, zo te zien. Dus je moet hem echt op een soort van rekje in het midden van de oven zetten. Dat hij dus niet te warm kan worden. Kan in de vriezer, kan in de magnetron, kan in de vaatwasser. Nou, ideaal. Dus die wil ik gaan gebruiken om dan die grote bars in te gaan maken. En ik denk dat ik aan William ga vragen of hij iets van hout kan maken. Dat dit niet zo om gaat floppen al. Dat ik denk dat dit wel een redelijk sterke vorm is. Dus dat gaan we zien. Deze hadden ze dus ook in het blauw, roze en grijs. Ik baal ervan dat ik nou van die andere geen grijze heb gepakt. Nou ja. Maakt niet uit. Het is maar om het te kunnen maken. La Cucina cakevorm siliconen 27 bij 14. €2,49 was die. Dan heb ik ook meegenomen, even iets anders tussendoor. Ik zweer bij de Sublime Extra Oxy Booster Color Magic. Dit is een soort, oh, heet dat nou Vanish? Nee, Oxy, oh, heet dat nou? Stom, ik kan het 100 keer zeggen, nou weet ik het gewoon niet. Dit is de kleurvariant. Ik heb ook de witte, maar die gebruik ik niet zoveel. Maar dit vind ik ideaal. En dat gaat nu met de opvang, gaat dat hard. Ik gebruik het ook om de mondkapjes even extra schoon te maken. Nog eens met zinnelijkheid bezig. Dus die heeft af en toe een ongelukje, werkt dit heel goed op. Ja, dus dit gaat nou echt heel hard. En ik doe meestal dan gewoon een sopje maken in de gootsteen. Dit erin en dan de spulletjes erin. Maar het kan eventueel ook in de wasmachine erbij. De Sublime vlekverwijderaar 1200 gram color €1,99. Zo, hallo zon. En dit is volgens mij een van de goedkoopste die je kan vinden. Ik heb laatst bij de Albert Heijn gekeken, heb ook eigen merk. Die was geloof ik iets van 2,50 of 3,50. Dus ja, ik ben van de centen. Alle centen die in mijn portemonnee of op mijn bankrekening blijven. Is beter. Dus ja.
uit de Action meegenomen. Dan heb ik ook nog voor het zeep maken 2 siliconen pannenlikkers. Volgens mij zat ik daar de vorige keer ook mee. Potscraper pannenlikker, ja. En ik heb nu de donkerblauw en... is dat donkerblauw? Het is een beetje grijzig blauw en grijzig groen. Ik vind echt hele mooie kleuren. Voor zover dat de pannenlikker mooi moet zijn. Maar ja, ik vind hele mooie rustige kleuren. Handel van handvat van plastic. Ja, en dan dit stukje siliconen. Die waren... Weer even zoeken... Pannenlikker, siliconen, diverse kleuren. Ze hadden volgens mij alleen de groen en de blauwe bij ons liggen. 75 cent per stuk, dus 1,50 voor 2. Dan ook voor het zeep maken. Rubber handschoenen. Dit zijn gewoon schoonmaakhandschoenen. Ze hebben maat S, maat M, maat L. Ik heb maat L gepakt. Grote handen. Multi huishoudhandschoenen maat L. 46 cent. Ook geen geld. Wat heb ik nog meer? Ik ga het echt een beetje proberen te verdelen. Maar ik heb niet zo heel veel meer. Mengkommen. Deze heb je me een tijdje geleden ook al mee zien nemen voor Noor. Buiten in haar speelhuisje. En die heb ik dus 1 keer nou deze keer gebruikt om zeep te maken. Daarna weer heel goed afgespoeld en afgewassen. En dat is weer naar Noor. Maar ik heb nu dus mijn eigen... 3 kommen. Ik heb nou ook weer gekozen. Oh, dat kleurt trouwens wel heel leuk, zie ik nou. Blauwe aan de buitenkant. Een groene beker, wou ik zeggen. Weet je die dingen eigenlijk? Maatbeker. Nee. Mengkommen. Dat was het. En die grijze. Eentje van 3 liter, eentje van 2 liter en eentje van 1,5 liter. En daar kan ik dus mijn olie in stoppen. Daar kan ik mijn loog kan ik daarin maken. Als ik eventueel straks met meerdere kleurtjes wil werken, kan ik het ook onderverdelen in deze bakken. Dus dat is ook voor het zeep maken. En net als deze bakken, die kun je dus ook op internet bestellen bij zo'n zeepleverancier, noem ik het maar even. Maar kosten ze ook echt 4, 5, 6, 10 keer het dubbele wat je bij de Action betaalt. Werkt gewoon net zo goed. Het zijn gewoon bijna dezelfde bakken. Beslagkommen noemen ze het hier. 1,5, 2 en 3 liter diverse kleuren. €1,99 voor 3 van die bakken. Nou, ik durf te wedden dat je voor 1 zo'n bak makkelijk €3 kwijt bent op internet. Dus daar ben ik echt heel handig mee. En ik vind het super handig. Je hebt hier een... stukje waar je vast kan houden. En je hebt zo'n touwtje eraan dat je de zeep er makkelijk uit kan laten lopen. Ze hadden dus deze variant. En ze hadden de variant die Noor heeft. En dat was een roze bak. Een lichtblauwe en een lichtgroene. Zo was het. Dan voor de opvang heb ik hoeslakertjes. Ik heb Duo Ladykantjes staan. Ja, mocht je andere video's hebben gezien, dan zul je dat weten. Maar ik ga nu, omdat ik steeds meer kindjes krijg, best hard om hoeslakertjes heen. Dus die heb ik even ingeslagen bij de Action. Mijn andere hoeslakers komen van de IKEA. Dat zijn katoenen. Daar ben ik echt super tevreden over. En ik moest nou iets hebben en ik kon niet naar de IKEA. Dus ik had zoiets, nou, Action. En O'Leary. Jersey Fitted Sheet 60 bij 120 centimeter. 100% katoen deze ook. Dus die ziet er wel een klein beetje anders uit dan bij de IKEA. Maar goed, maakt niet uit. Als men lekker slaapt, dat is het belangrijkste. Ze hadden wit, anthraciet en roze. Maar dat was een beetje zalmroze, lichtroze, pastelroze. Rare roze kleur. Ik vond het geen mooie roze kleur, maar hey, smaken verschillen nou eenmaal. En van die roze. Dus ik denk dat meer mensen er niet zo mooi vonden. Er lagen er nog heel veel. Er lagen nog 3 antracieten en 2 witte. Dus ja, ik heb de witte maar meegenomen. Vind ik makkelijk, want dat kan er met de rest van de witte was mee. En ik had eigenlijk gehoopt dat ze er meer hadden gehad. Maar ja, ik heb dit maar meegenomen. Want iets is beter dan niets. Baby hoeslaken. Jersey katoen 60 bij 120. €1,99 per stuk. 2 voor 3. 98. Dan, wat ik al zei, om zeep te maken moet jij de olie basis, om het even te noemen, en de loog moet jij met elkaar gaan mengen.
Maar dan moet je dus heel snel gaan kloppen om die scheikundige reactie op gang te krijgen. En dat werkt het beste met de staafmixer. Nou heb ik daar de vorige keer de staafmixer voor gebruikt die wij ook voor het eten gebruiken. Dus die heb ik ook weer heel goed schoongemaakt. Ja, weet je, op dat moment is het zeep. Dus je maakt hem gewoon schoon met water en met de zeep, zeg maar. En hij is gewoon schoon en daarna nog een beetje dreft eroverheen. Zo, kon je niet op de naam komen. Dus die is weer helemaal schoon. Maar omdat ik het nu dus wel vaker wil gaan doen, had ik zoiets, ja, ik wil dat toch wel graag doen. Die we daar alleen maar voor gaan gebruiken. Nou hadden ze een zwarte en een witte. En ik had zoiets, ja, pak gewoon een witte. Maakt mij het uit. Ik heb hem alleen nog niet getest. Dus denk dat ik dat nou gewoon eventjes doe. Ze hadden ook twee varianten staan. Dit is volgens mij alleen de mixer variant. En ze hadden er ook eentje met, ja, daar zit zo'n hakselaar bakje en zo bij. Die had meer opties volgens mij. Maar dit is gewoon, voor mij doen meer dan genoeg. Boekje zit erbij. Zakje erom. En dan heb ik hier, als het goed is, hier achter een stopcontact. Even kijken. Njim, 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 njim. Ja. Ben ik zo bij je terug. Ben ik weer. Hij heeft wel één nadeel op die andere keukenmixer die wij hebben. Er zit een draad aan van denk ik een meter. Dus dat is niet super lang. Maar ja, maakt niet uit. Even kijken, stand 1. En stand 2. Een goed scherp mesje, twee standen dus. En hij werkt, dat is het belangrijkste. Ja. Nou, kunnen we maar veel zeep gaan maken. En deze was volgens mij nog niet eens zo heel duur. Deze was Home Essentials staafmixer 200 watt, €7,49. En die andere die er stond, waar dus die hakselaar bij zat, die was €12,49. Dus ja, voor wat hij moet doen, een beetje olie en water met natriumhydroxide mengen, dus low, is dit ja, meer dan goed genoeg. Nou, even netjes weer terug in de verpakking. Ik weet niet waarom, want ik ga hem binnenkort toch gebruiken. Maar goed. Top. Dus ja, een witte en een zwarte variant, zoals ik al zei. €7,49. Dan heb ik nog twee van die, ja, rattan noemen we dat zelf. Heb ik volgens mij ook al eerder laten zien. Eens in de zoveel maanden, dan ruimen wij het huis op. En is alles weer netjes. En dan verslonst, ja, het is een groot woord, dat weer een beetje. En dan word ik onrustig van alle dingetjes die overal liggen. En ik heb het nu met de keuken. Ik heb wat meer tussendoortjes gehaald voor de kinderen. En dat ligt dan zo in een kastje. En dan maak je dat kastje open. En dan komt weer van alles naar beneden. Dus ik had zoiets. Mandjes. Ik heb op de gok deze meegenomen. Ik hoop dat ze in de kast passen. En anders vind ik er wel een ander goed doel voor. Maar ik heb er nu even twee meegenomen. Gewoon om te kijken of het past. En ja, dus even inventariseren wat allemaal weg kan en zo. Want oh, wij zijn echt verzamelaars, jongen. Niet te zuinig. Rattanmand 35 bij 29 bij 13. Wit en zwart. Klopt, ze hadden wit en zwart staan. 10 liter past erin. €1,99 per stuk. €3,98 voor deze twee. Dan heb ik ook maatbekers meegenomen. Ik wou zeggen, die heb ik ook voor Norma, maar dat is niet waar. Die heb ik een andere keer zelf voor mijn eigen bij de Action meegenomen. Zitten er 3 in. En dan ga ik even kijken of ik de maat kan ontdekken. Ja, maatkannen transparant, 3 stuks. 250 ml, 500 ml en 1000 ml. €1,89. Dus hier kan ik dan ook spulletjes voor het zeep maken weer in afmeten. En dus ook weer als ik verschillende kleurtjes wil doen in de badges, kan ik dan hierin afmeten. Ja, dat allemaal voor het zeep maken. Deze had je in het begin al gezien, maar hij is nu leeg. Een opbergbox. Noor heeft met 5 december knikkerbanen gehad.
moest even denken, nee, deze video kwam echt later online. En die wil ik dan hier in gaan bewaren, dat het allemaal bij elkaar zit. Op Bergbox plus klemdeksel 57 bij 39 bij 35, €6,99 met deksel erbij. En ik vind die van de Action op zich fijn. Ik vind het heel fijn dat ze die, positive locks noemen ze dat. Ik weet niet hoe dat in het Nederlands heet. Maar dat je hem dus echt zo dichtklemt. Maar ik vind ze echt flimsy. In dit soort gevallen vind ik het heel jammer dat de IKEA gewoon niet bij ons om de hoek zit. Want die opbergbakken van IKEA, dat zijn echt gewoon de beste. Die zijn zo stevig en zo fijn. Maar goed, voor nu voldoet deze. En ik denk als we bij de IKEA zijn, dat ik dan gewoon weer eens een keer nieuwe bakken ga halen. Maar ja, ik zeg al, voor nu voldoet het. Dat was mijn shoplog. Heel veel zeepmaakspulletjes. Ben jij nou benieuwd naar dat zeepmaken? Lijkt je dat leuk? Laat het me even weten. Ik denk dat er sowieso wel een video van online gaat komen. Want ik vind het echt heel leuk om te doen. Ja, dat was hem dan, mijn shoplog. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk? Geef me dan een dikke duim omhoog. Heb je vragen of opmerkingen? Die kun je zoals altijd hieronder kwijt. En ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Maar zou je het leuk vinden om gratis even niks een berichtje te krijgen als er een nieuwe video van mij opstaat? Druk even op abonneren en op het belletje. Dan krijg jij een berichtje. Ik zeg ook gratis en voor niks als er weer een nieuwe video van mij opstaat. Nogmaals bedankt voor het kijken en misschien tot een van mijn andere video's. Doei!